Oh, ik voel me, ik zie hem gewoon zwemmen, joh. Oh, holy shit. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag weer vissen, een dagje op de rivierplassen en de rivier zelf. Vandaag heb ik allemaal nieuwe spullen. Ik heb een nieuw waadpak, bijvoorbeeld, van Hodgman. De vorige pak die, was na twee seizoenen vissen behoorlijk lek geworden. En ja, ik heb hem behoorlijk misbruikt, heel veel gebruikt. En daar kunnen die pakken toch uiteindelijk niet goed tegen. Uiteindelijk gaat elk waadpak lek. Dus die voor mij die was op zoveel plekken lek dat ik hem niet meer echt goed kon gebruiken. Helaas, maar ik heb nu een nieuwe. Daar ben ik heel blij mee. Dus lekker vis vandaag. Ik heb een nieuw shirtje. Kijk. Fish Today shirtje. Heel belangrijk. Nieuw pet. Allemaal lekker onbelangrijk. Maar waar het vandaag om gaat, zijn nieuwe aasjes die ik heb gemaakt. Kijken. Helemaal vers van de pers. Tada. Dit zijn ze. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb ik in het verleden heel veel jerkbaits gebouwd voor snoek, wat grotere. En ja, daar ben ik vanaf gestapt, ben ik een beetje mee gestopt. Tijdgebrek en ik had ook niet zoveel motivatie meer voor. Maar nu een aankomend tripje naar Spanje weer. Met die motivatie dacht ik, ik moet een paar aasjes maken die ik daar kan toepassen. Voor bijvoorbeeld mahi-mahi, waar we op gaan vissen. Dat zijn deze vissen. Best wel harde spoiler dit, hè. Maar, dus ik wilde wat kleine aasjes maken, een soort stikbeetjes. Dus dat heb ik gedaan. Behoorlijk veel tijd en moeite ingestoken. Zoals je ziet zit er ook veel meer details in. Ik ben wel heel blij met hoe ze eruit zijn gekomen. Super mooi gelukt vind ik zelf. Leuke aasjes zijn het. Maar ze moeten ook toepasbaar zijn voor roofvlei bijvoorbeeld. Zeebaars, baars denk ik ook wel. Dus ik heb geen idee wat de actie is. Het is allemaal nieuw. Eerste plek. Gaan beginnen. Aasje testen meteen. Ik moet me al wel vast excuseren. Zoals je misschien in het vorige vlog ook al hebt gemerkt, de audio kwaliteit van mijn GoPro is gewoon ruk. Dat heeft te maken met de aansluiting voor mijn microfoon. Dus ik heb duk gegaan. Dus het wordt wel weer tijd voor een nieuwe GoPro. Dus nu moeten we het even doen met het interne geluid van de GoPro. En dat is gewoon niet optimaal. Het is niet anders, maar dan gaat. Yo, er klapt meteen een dikke roofvlei daar, joh. Er zit wel een lijpe actie in. Maar snel vissen kan ik hem niet. Dan gaat hij toch tollen. En dan komt hij naar de oppervlakte. Ik kan hem gewoon als topwater vissen, joh. Shit, hey. Ik mis hem voor mijn voeten. Tijd voor nummer 2, de mahi. Ik ben benieuwd. Deze gaat wel wat stabieler, lijkt het. Oeh. Echt super snel. Zonder dat hij over de kop. Ik heb dus 5 aasjes gemaakt. 2 van deze. 2 van die andere die ik. Oh. Ja, hangen. Oh, mijn god. Mijn god. Wat gebeurt er? Wat? Yes, hij doet het. Ik ben roofblij, hé. Kijk man, met een aasje in zijn bek. Kijk dan, wat een vis joh. Op het zelfgemaakte aasje, echt de derde boom of zo. Ik kon dit aasje heel snel vissen en ik ben er echt zo blij mee dat ik er een roofloop heb gevangen. Echt, mijn dag is al volledig goed. Wat vet. Even op kracht komen. Het gaat helemaal goed komen bij deze vis, kijk. Ik wil zeggen, hou doe. Vorige vlog zei ik hou doe tegen een roofvlei en toen dacht iedereen dat ik Brabander was. En hij is niet. Maar ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Ik ben echt super blij met die visje. Dat is echt lijp. Die aanbeet was super vet in de oppervlakte. Eerst miste hij hem en toen ging hij er gewoon vol nog een keer voor. Dus dat geeft wel heel veel vertrouwen in mijn aasje. Ik ben super blij dat hij het doet. Zoals jullie dus zagen. Helaas, ik heb net mijn GoPro beeld teruggekeken. Was hij dus niet goed zichtbaar in de aanbeet in de oppervlakte. Mijn GoPro stond iets naar beneden gekanteld. Dus, nou ja, shit happens, maakt niet uit. We gaan gewoon proberen er nog één te vangen, want ik heb er al een aantal zien jagen. Echt heel erg veel zin in de rest van de dag. Yes.
Nou, deze ook nog even testen. Vliegende vis, zoals je ziet, grote vin. Vliegende vis is een soort die we veel hebben in Nederland, in zoet water. Roofkla jaagt er graag op, dus ja, vandaar dat ik dit kleurtje heb gemaakt. Ik kan hem gewoon vissen als topwater, zie je dat? Dikke kok eronder, hè? Kijk die kok dan, joh. Zo, dat was echt geen klein visje. Tot nu toe geeft Carolina Rig nog niet echt thuis. We hebben wat aanbeten gehad. Wat voorzichtige aanbeetjes en wat missers. Maar nog niet één keer raak kunnen slaan. Maar we hebben nog voor actie, dat scheelt. Zo. Ja, eindelijk. Baars. Zo, die roofplei. Kom maar roofplei, die kon mijn baas pakken. Jemig, man. Wat een unit. Waarom pakt hij niet gewoon mijn aasje? Hij pakt hem niet. Kom even kijken. Super vet om te zien. Spikkelbeers. Laat even. Ja. Mooi aanbeet, hè? Nooit een tik gevoeld, hij liep gewoon in één keer van me weg. Mooi man, die baarzen. Schitterend visje. Doei! Yes. Dat is nog een leuke vis dit, hè? Volger, pak hem. Oh, mis. Zo, die kan echt een heel stuk achteraan volgen. Hij ging er vol voor, maar hij mist hem. Oh, yes, fuck. Ja, oh. Gewoon een klap erop, joh, in de oppervlakte. Episch. Die vis, hoor. Zo. Sterke vis. Zware vis, spooky. Moeilijk inschatten altijd, maar... Wat een klap, man. Kijk nou eens jongens, wat een bak, hé. Zoals dit, super sterk en agressief. Dit aasje, hé. Echt super nice. Heel blij mee. Het is wel even oefenen geweest om er goed mee te vissen, moet ik eerlijk zeggen. In de oppervlakte vissen ging het beste. En ja, ik kreeg er net een aanbeet op, die miste ik. En een paar minuten later in het hoekje van de plas kreeg ik wel een aanbeet die bleef hangen. En ik vol eroverheen geschoven. Was niet te missen dus. En ja, ik ben blij, ik ben super blij. Mijn god, die was groot. Oh, weer mis. Komt ie. Oh, ik zie hem. Wow, ik zit helemaal vol met aasvissen. Die roofblij hier blijft jagen af en toe. Oh, die vorm, ik zie hem gewoon zwemmen. Oh, holy shit. What the fuck?
Oh, dit is. Hoe dan? Oh nee, joh. Hij sloeg hem zo het water uit, zag je dat? Ja, oh, die hing. Hoe kan ik er zoveel missen? Nou, jongens, wat hier gebeurt. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Er zijn echt hier in deze baai tientallen roofbijen aan het jagen. Allemaal units. Ik zie ze bijna constant, zie ik klappen. Hier en daar zie ik aaspen springen. Het is echt een groot gekhuis. En ik heb daar, ik weet niet, ik heb al 10 aanbeten gehad of zo. En ik heb ze allemaal gemist. Ja, ze zijn op een of andere manier heel onvoorspelbaar. En daardoor mis ik ze gewoon. Ze willen hem echt heel graag. Soms pakken ze hem 2 keer. Maar ze blijven niet hangen. Dus het is wel super bruut. Ook wel een klein beetje frustrerend. Dus... Maar ik vind het wel tof om te zien dat die beesten helemaal lijp worden van mijn eigen aasjes. Dus ik ga het toch nog even blijven proberen. Er moet er een uitkomen hier. De truc is volgens mij, als je ze ziet, als je een kolk ziet, moet je direct erop gooien. Dus wat ik denk dat het goed kan werken is gewoon wachten. Hier, kijk, nou dit. Oh fuck, voor mijn voeten. Nou ja, dit was even tactisch, maar als je zo'n kolk ziet, direct erop gooien. Oh, nee, mis. Niet normaal. Dan zijn ze in feeding mode en dan zien ze gewoon zwart, denk ik. En dan willen ze makkelijker pakken dan dat ze gewoon rustig kunnen gaan bekijken. Ja, wat de fuck was dit nou weer, joh. Ongelooflijk. Zo, beetje klap. Dan is de roof blij weer. Oeh, ja, hangen, eindelijk. Unit, hé. Ongelooflijk. Zo, een bak, hé. Oh, over het ijs geschoven ook. Mensen, dit is toch ongelooflijk. Wat een visserij, hé. Het gaat helemaal los. En ik mis de een naar de ander, maar deze die kreeg de kans vol eroverheen te schuiven. Kijk dan, joh. Ik ben happy. Helemaal happy. Fotootje maken, snel het haken en weer terug. Het is super mooi weer. De wind die ligt eruit. Het water is glad, de roofbijen jagen en ze pakken me aas. En ik mis de een naar de ander, maar toch een hele mooie gevangen. Moet ik nou stoppen of moet ik nog doorvissen? Ik weet het niet. Ik zie nog steeds af en toe zie ik vis jagen, maar het is echt te mooi om waar te zijn. Dit is echt super vet. Echt een van mijn lijpste sessies van deze zomer, hoor. Dat weet ik wel. Ik heb 3 roofbijen gevangen. Dus, maar er hadden er denk ik wel 15 kunnen zijn. Dat is echt niet normaal. Meer hoef ik niet te zeggen, denk ik. Ik ga nog even een paar worpjes maken. Als wat is, dan horen jullie dit. En dan is bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Abonneer dan even en duimpje omhoog. Dank daarvoor. En zie jullie de volgende keer weer. Houdoe!